India heeft Suriname ondersteund met een substantiële Food Assistance Grant ter versterking van het sociaal welzijnsprogramma van het land. Deze samenwerking, voortgekomen uit een ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen in december 2023, richt zich op voedselzekerheid, huisvesting en sociaal welzijn. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan millets, een duurzaam gewas. De eerste zending van 21 containers met essentiële voedselproducten zoals bonen en babyvoeding is inmiddels aangekomen. De premier van India, Narendra Modi, zal binnenkort de regio bezoeken voor verdere gesprekken met president Santokhi. Minister Stephen McAndrew van AWJ heeft een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van IGSR, Adecus, Erasmus School of Accounting and Assurance, ESAA, en de Vereniging van Register Controllers, VRC, over een nieuwe masteropleiding Register Controller. Deze opleiding zal financieel management versterken en bijdragen aan economische groei en beter bestuur in Suriname. Het initiatief, ondersteund door de VRC en ESAA, richt zich zowel op de private als publieke sector met nadruk op financiële discipline binnen de overheid. Momenteel wordt gewerkt aan de accreditatie. Een Braziliaanse man betrokken bij een dodelijke schietpartij in Frans-Guyana is door het justitieel interventieteam, JIT, overgedragen aan de Franse politie. De verdachte die illegaal in Suriname verbleef, meldde zich gewond bij de politie in Kommerwijnen, waarna bleek dat hij gelinkt was aan een schietincident tussen rivaliserende bendes in het Apuma-gebied.